Goedemorgen. De schoonmaakdienst. Oh, dat is een spin hier dan. Ja. Met gevaar voor eigen leven gaan we de nestkast schoonmaken. Het is nu een mooie tijd om de nestkast te doen. Kunnen ze er zo meteen weer in slapen. Ja. Eens even kijken. Zo. En dan hopelijk dat ze gaan gebruiken voor de winter. Als het nestkastje van de muur kan, dan is het mogelijk om even open te doen, goed schoon te maken en kokend water erin door te gieten. Een poosje te laten drogen in de zon. En daarna weer op te hangen. Er zijn alle luisjes en andere parasieten zijn uit de nestkast verdwenen. Waardoor ze rustiger kunnen slapen. Minder gestoord worden door kriebelbeestjes en andere. En uiteindelijk minder luizen en andere ongedierte in zit, dan merken ze dat en zullen ze eerder een nestje beginnen in de nestkast dan wanneer het helemaal vol zit met parasieten, want dan kiezen ze toch als het even wel mogelijk is een andere nestkast. Nou, het ziet er verder wel goed schoon uit zo. Met deze doen we geen kokend water erin, want ja, dat vindt de camera niet zo heel fijn. Daarom gaan we wat met een kleminuutje. Aan de slag. Probeer het wat iets meer aan het weg te krijgen. Zo. Ook tussen de deeltjes kunnen ongedierte zitten, dus het is wel goed om die op te nemen. Die is anders om schoon te maken. Er kunnen ook gewarfjes en beestjes tussen zitten. Maar dat valt hier mee. Die zie je wel eens kasten, daar kruipt het echt. Zie je ook allemaal van die coconnetjes zitten. Maar hier zie ik eigenlijk helemaal niks zitten. Zo. Zo. Nou, oké. Is deze winter klaar? Doei.